Het was een bewogen week voor NEC. Kevin Jansen werd teruggezet naar Jong NEC en Ole Romani werd na een invalbeurt na een half uur spelen alweer gewisseld. Ole Romani is lekker aan het trainen. Hij heeft de wissel op een goede manier opgepakt. Ja, weet je, uiteindelijk is het een moment waarin je een beslissing neemt. En is het uiteindelijk om de speler ook weer daar beter uit te laten komen. Hè? Want bij mij is het altijd daarna ook weer over en uit als je er maar wat van opsteekt. Ja, dat doet in ieder geval, dat scheelt. Verder heb je wel een beetje een uitgedunde selectie voor vrijdag. Ook Kevin Jansen die is weggestuurd. Was daar precies de reden voor? Kevin is niet weggestuurd, die traint tot de winterstop sowieso met Jong NEC mee. En volgens mij is de reden aan hem duidelijk verteld. En verder wil ik daar niet te veel woorden aan vuil maken, omdat wij vooruit moeten kijken naar Volendam. En dat willen we met de spelers die beschikbaar zijn op dit moment. Oké, er zijn ook nog een aantal middenvelders naast Kevin, zoals Joey van den Berg en Tom Overtoom die niet fit zijn of geschorst zijn. Hoeveel middenvelders heb je nou op papier nog over? Ja, op papier kan je van alles hebben. Het gaat erom wat je op het veld hebt. En op het veld zullen morgen middenvelders staan die voor ons die wedstrijd gaan spelen. Ja, ik zou het zelf af te vragen. Spelers Michael den Heijer en ook Lens Duifstein die het begin. Zijn die ook nog beschikbaar of zijn die dat niet? Nee, het heeft geen zin om spelers erbij te halen die ook helemaal niet met het eerste meetrainen. We gaan het oplossen met de selectiespelers die we hebben. Dan een Volendam, die gaan lekker. 9 duels ongeslagen, als ik me niet vergis. Hoe ga je zo'n team verslaan? Ja, weet je, wij gaan dat met onze eigen speelwijze doen. Je weet dat wij al vanaf het begin van het seizoen met twee dingen bezig zijn geweest. Voornamelijk was dat met Asjebar wel of niet. Nou, als je het over middenvelders hebt, dan hebben we wel op een gegeven moment gekozen voor middenvelders op het middenveld. Nou, als die wat minder zijn, dan moet je misschien daar gaan kijken in een oplossing. Ja, dat is een klein tipje van de sluier hoe dat wij die wedstrijd willen gaan winnen. Want uiteindelijk gaat het om winnen morgen. Ja, dan richting de winterstop nog 4 wedstrijden met deze erbij, als ik me niet vergis. Je had natuurlijk wel een goed gevoel trainingskamp op. Dus doelstelling, ik hoorde van Brian Blarie die ik eerder sprak, 3 van de 4 winnen. Dus ben je het mee eens? Nou, jij hebt het al over trainingskamp. Ik heb het gewoon over wedstrijden van week tot week. En daarbij is de eerste belangrijk, dat is Volendam. En die moeten we winnen. En uiteraard komen er dan ook 3 wedstrijden achteraan. En die wil je ook winnen, want uiteindelijk wil je elke wedstrijd winnen. Dat is het belangrijkste. Duidelijk. Dan de laatste vraag. De sfeer en de selectie, is die goed ondanks de mindere fase? Nou ja, goed. Wat is goed, weet je. Het gaat erom dat spelers scherp zijn in situaties als deze. En hij hoeft niet goed te zijn in die zin dat we allemaal vriendjes zijn van elkaar. Je moet elkaar de waarheid kunnen zeggen. En dat is deze week heus wel gebeurd. Dus we zullen zien. Want trainen en praten, dat is allemaal mooi. Het moet op het veld gebeuren. Dat is het enige meetmoment. Vrijdagavond om 8 uur in de Goffert. NEC tegen FC Volendam.